Hi, ik ben Jean-Paul van de Hoogste Kleermaker van de Wilde Dijkstra. Laat je graag zien wat we allemaal maken met onze methodiek Bespoke Tailoring. Dus van daaruit kan je met jouw verhaal de stof zelf kiezen, je model zelf bepalen. De maakwijze, dus het echt ambachtelijke kleermakerswerk, dat is wat we doen. Ja, een product dat we ook kunnen maken zijn overjassen. Dit is echt een hele klassieke overcoat. Ja, eigenlijk een iconisch piece, hè, wat ja, mijn inziens dan iedereen moet hebben, of het echt ondraagbaar is. Dat weet ik niet. Maar het is van een liefhebber die ons bezocht heeft. Dus laten we eens gaan kijken hoe dit aan elkaar zit. Wel grappig om dat even te laten zien. Contemporary Overcoat. Dit is het boek van Holle de Sherry, de weverij, waar dat uitkomt. Want met jassen, kijk, als een model heel klassiek is, daar kunnen we heel lang over hebben, maar die zie je. Jas gaat het heel erg om het gewicht van de stof. Nou, even de stof erbij zoeken voor deze jas. Het is een lamswolle stof. Oké, yes, hier hebben we gevonden. En even kijken, 850 gram, 100% lamswol. Dat is gigantisch zwaar. Dus ja, daar nog een colbert onder dragen van jasje, dat is een beetje de vraag. Het zijn bijna theatrale stukken. Laten we heel kort even kijken naar de jas, wat voor model we hier hebben. Dit is dus een overcoat. Een overcoat qua lengte gaat over de knieën heen. Maak je hem korter, dan heet het een topcoat. Kwestie van smaak, zo gezegd. Dit is echt een overcoat. Je ziet ook dat deze opdrachtgever, die is wat korter van stuk. Dat zie je hier aan de mouwen. Dus dit is een gigantisch lange jas, zo gezegd. Dobbelbreasted model. Zijn hier voor de 6 knopen klassiek gegaan. Je kan natuurlijk ook deze knopen weglaten. Mooie rol in het revers. Piek lapel. Zakken. Hebben we hier zij-insteekzakken gemaakt. Normaliter doe ik eigenlijk gewoon weld pockets. Oh, even verder draaien. Sorry. Al hier. Natuurlijk ook, hoop dat je dat kan zien, keurig gevoerd. Met de lining die aan de binnenzijde zit. Zit in zo'n jas eigenlijk standaard gewoon één split. En hier zie je die voering ook weer met het mooie grijs. Heel klassiek. Beweeg hem even dat je dat effect ziet. Twee kleuren rood, Jean-Jean. Ook daar wordt tijd en aandacht aan besteed. Het gaat natuurlijk om een pasvorm. Als je heel goed kijkt zie je dat deze ook een beetje scheef zit. Dat zie je hier. Dat betekent dat dus de klant een schouder heeft die hoger en lager is dan wie dan ook. En dat is trouwens een punt voor iedereen. Als je kleding niet custom gemaakt is, mis je gewoon de basis. Dat is de pasvorm. Hoe goed je pak of duur of je jas ook is. Je kan bijna altijd zien dat bij iedereen één kant hoger, lager hangt dan ja, de ander. Dat betekent dus dat die jas niet custom gemaakt is. Kleine details. Andere fraai feature, het soort knopen. Over smaak valt te twisten. Hier zit dan metaal omheen gebogen, dus echt wat rougher. En ook hier gewoon, die dingen zijn nog helemaal nieuw. Ja, de handgemaakte open knoopsgaten. Overjassen, die maken we ook. Je kan met je eigen tekening aankomen, je kan met foto's aankomen. Ja, en dan maken we dat voor je. Dit was mijn vraag qua overjassen. Ik wens je het beste, mazzel.